organiseren dit voor de tweede keer. En het is de bedoeling om het voortaan elk jaar te doen, de Johannes Rutgers lezing. We hebben dit jaar twee grote onderzoeken gepubliceerd. Een onderzoek naar de seksuele gezondheid van alle mensen in Nederland van 15 tot 70 jaar. En we hebben een onderzoek gedaan samen met SOA AIDS Nederland naar seksualiteit van jongeren van 12 tot 25. Allebei twee hele grote en daardoor ook betrouwbare onderzoeken naar seksualiteit. Een heel belangrijke bevinding is dat meisjes en vrouwen op het gebied van seksualiteit beduidend meer problemen hebben dan jongens en mannen. En dat hangt daarmee samen dat ze daardoor ook minder genieten van seks. We hopen echt dat vandaag een inspiratiebron is om in al ons werk in te brengen en met extra impuls daarmee bezig te gaan. Ik hoop hier wat meer informatie te krijgen die ik ook kan overbrengen naar mijn collega's. En ook voor de patiënten als gespreksonderwerp het ook wat makkelijker te maken. Het is natuurlijk wel interessant om te zien inderdaad wat op dit moment de status is van seksuele voorlichting en zelfverzekerdheid en dergelijke van jongeren. Nou, voor mij is eigenlijk bevestigingen die ik al weet. Hè? Of er misschien dingen genoemd worden waar ik zoiets heb, nou dan zit ik toch juist. En misschien dingen nog bijleren. Ik hoop hier een paar tools te halen van hoe kan ik aan de patiënten vertellen hoe ze weer meer zin kunnen hebben in seks. Goedemiddag dames en heren. Hartelijk welkom bij de Johannes Rutgers lezing vandaag hier in Theater Singer. Mijn naam is Frits Bloemberg en ik heet u alle hartelijk welkom. Het thema van vandaag, met natuurlijk de lezing van Ellen Laan zo dadelijk, genot voor mannen en vrouwen, het plezier van seks ontrafelt. We weten allemaal al lang dat de mannen van Mars komen en de vrouwen van Venus. Hè. Ik ga verschillen benadrukken, maar eigenlijk ook wel overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, want die zijn er natuurlijk ook. Jongens zijn 69% tevreden over hun geslachtsdelen en bij mannen is dat 66%. Dus dat gaat een beetje naar beneden. Ja, seksueel plezier is denk ik een enorm belangrijk en ook onderbelicht begrip. En eigenlijk ook wel een onvrouwelijk begrip. Want als je denkt aan meisjes van plezier, dan denk je ook niet aan meisjes die plezier hebben. Dan denk je aan vrouwen die plezier geven. Wat is de tegenhanger van standaard seks? Ik vind seks genieten. Genieten van seks. En heel vaak is het niet meer genieten. Dat is een standaard verplichting. Het zal je misschien opvatten waarom ik steeds glansclitoris zeg. En dat doe ik echt heel expres. En ik hoop eerlijk gezegd dat u dat voortaan ook gaat doen. Hoe goed weten we nou wat mannen willen? Een van de problemen waar vrouwen tegenaan lopen, en dat is dat seksueel plezier eigenlijk bijna een soort intrinsiek onvrouwelijk is. En ik hoop heel erg dat dat gaat veranderen in de komende jaren en vanaf nu gewoon altijd. Meer seksuele assertiviteit bij vrouwen geeft meer seksuele gezondheid en meer seksueel genot. Omdat elke generatie steeds opnieuw het seksuele wiel moet uitvinden, zal seksuele voorlichting altijd nodig blijven. Ja, ik word heel vaak gebeld door journalisten die dan iets van dit verhaal horen. Zeggen, ja, maar dit weten we toch allemaal al. Nou, dat is fijn dat journalisten dat dan weten. Maar elke generatie moet het opnieuw leren. Waarom is dat nou zo? Nou, we laten eigenlijk alle belangrijke emoties zien aan onze kinderen. Boosheid, blijheid, verdriet. Maar onze opwinding laten we niet zien. Daar is ook heel veel voor te zeggen. Ik denk dat dat ook goed is als we dat niet laten zien. Maar dat betekent feitelijk wel dus hè, dat elke generatie dat wiel opnieuw moet uitvinden. Op de website, nou ja, eigenlijk alle elementen die vandaag besproken zijn komen daarin aan bod. Dus we hebben het over de ontdekkingstocht naar wat je lekker vindt. Ja, ik heb wel veel nieuwe dingen gehoord eigenlijk, wat ik niet helemaal had verwacht. Ook over de anatomie van mijzelf, waar dingen waar ik niet van op de hoogte was. En interessant om gesprek te voeren over wat er taboe is, wat er veranderd kan worden. Ik denk als je het hebt over seks, dat is van twee mensen. Daar hoort de man ook bij. En dat ze zelf al niet eens weten hoe ze dat daarmee moeten handelen. En dat daar nog wel eens wat vragen liggen die onderzoeksmatig heel interessant zijn om te onderzoeken. Ja, ik vond het fantastisch. Het was heel levendig. Ellen had een mooi verhaal. Ik wist het van tevoren, maar het was beter dan ik nog had verwacht. En ik vond het ook erg leuk hoe de discussie daarna ging. Dat mensen in de zaal ook echt iets toevoegden. Dat goede ideeën kwamen. Ik hoor ook net bij de borrel dat er ook begrippen gaan rondzweven. Dus ik ben heel tevreden.